Hallo. Hallo. Dat geluid met... Komt niet van mij. Dat zijn mijn honden. Ja, ze zijn toch geen liefie. Ja, rare honden hebben wij. Maar wij hebben dus een aparte survivor gemaakt voor ons twee. Op een server van mijn vriend. Ik ga. Waf, waf, waf. Ik denk dat ik groter op moet nemen. Nou, dan maak je het toch groter. Ja, met F11. Hoezo zijn die twee saplings? Ik heb de nulstein gevonden. Heel eventjes. Fraps werkt niet meer. Fuck. Ja. Staat maar weer gewoon even op, oké? Yo. Beetje. Oké, jongens, ik ben er eindelijk. Sorry, ja. Fraps crashte. Kan ik niks aan doen. Ik hou eventjes iets weg. Ik zit te hakken. Wat zoek je dan, Marty? Oh, heb jij hout? Gooi maar eventjes wat hout naar beneden, dan heb ik wat nodig. Oké. Waar ben je? Oké, dan ga ik zou echt instant break willen. Kijk, dan doe ik even op resten. Wacht even, dit is waar ik ben. Ja, druk terug. Dit. Holy vet! Waf, jij ook? Oké. Nee? Dus, Thomas. Wat zit je te maken? Thomas. Hallo, dit is Daphne. Thomas. Ik moet dat echt niet meer gaan zeggen, sorry. Sorry voor diegene van wie die voicemail is. Sorry, gewoon, oké? Okay? Sorry. Sorry dat ik je ging kwetsen. Ja, dat is een voicemail van een vriend van me. Maar... Oh, eventjes wat hout hakken. Want dat is heel erg leuk. Want als je hout hakt, dan is het gewoon heel erg leuk. Want dan, als je hout hakt, dan krijg je gewoon houten planken. En dan als je dat hebt, dan... Oké, ik moet hiermee gaan kappen. Ben er weer, jongens. Hij is er weer, jongens. Ik moest eventjes mijn hond slaan. Sorry. Dus, sorry. Maar ja, ik ben er gelukkig weer. What the fuck, Marty? Je hebt dit nog niet eens goed gemind. Huh? But who cares? What? Sorry, wat technische probleempjes. Techniek probleemo. Trouwens. Ik zet heel even leuke tekstback op. Faithful. Ik zou ook degene die ik heb doen. Aetheris Ascendant. Oh, die heb ik ook, ja. Ga die gebruiken dan? Ascended. Dat was geen scheet, nee. Dat waren mijn knokkeldingen, die hele shitsel. Oh, hey, het ziet er eigenlijk best mooi uit. Wat? Deze texture pack is cool, hè? Ja. Nou, wat zullen wij gaan doen? Wat zullen we eerst gaan doen? Zullen we mijn gaan maken? Wacht, hier zijn koeien, die moeten we altijd even doden, hè? Ik had kussens op mijn bureaustoel gezet. Oh, ik ben wel blij dat ik voor de eerste keer opneem. En nu ga ik ook mijn eigen survival dingen opnemen en zo. Ik heb een wooden pickaxe. Oké, maak jij dan even steen? Dan zoek ik wel. Wat hout? Dan zet ik hier eventjes een waypoint. Kijk. Dit is een beetje modded survival of zo, zoiets.
Weet je, het is gewoon survival met de mods die we hebben. En we gaan nooit van... Ja. Nee, maar zullen we die van... De Holy crap! Wat? Maar ik denk dat we wel licht genoeg hebben. Denk je ook? What the fuck, Marty? Je maakt er zo bovenop. Denk ik, man. Die kant op. Misschien vind ik wel wat. Hé, hey, maar Marty, zullen we die mods van Captain Sparkles aanzetten? Divine RPG en Tale of Kingdoms. Tale of Kingdoms. Nou, die is niet voor multiplayer. Maar, dat kunnen we misschien wel. Later nog. Maar dat is... Misschien werkt het wel. Prohoef. Wow. Is er geen slash feed command? Nee, dat mag niet. Ja, maar die command moet je er wel even op zetten, want soms hebben we dan honger en dan kunnen we niks kwijt. Wacht, ik maak gewoon even een chest en ga het gewoon dood. Nee, dat ga ik niet. Nou, ik denk dat we vooral nu een hutje nodig hebben. Snel, dirt hut. Hey, kijk wat ik heb. Heel erg noberige dirt hut. Maak gewoon zo snel mogelijk een dirt hut. Slash hout. Nee, kijk, hier komt de entrance. Oké, ik pak even de crafting table, denk ik. Kijk, kom maar binnen, kom maar binnen. Hey, mijn zusje heeft nu eigenlijk een trampoline. Wou ze al zo graag? Wat? Oh, mijn zusje heeft een trampoline. Wauw, die kip faalt. Wat? Sprong zo de lava in, die kip. Fuck. Wat zoek je? Kool. Dat vind je hier nooit, gast. Wow, maar mijn expert is stak. Hey! Hoi. Het is wel wat minder geworden. En de laatste is nu afgelopen. Ik denk dat ze een beetje met de hond is. Om het ja. Nou, niet dat iets, maar je weet wel. Gewoon, stil krijgen, snap je? Tenminste, dat is het enige wat ik zou denken dat ze aan het doen zijn. Gaat stout! Ben je nu aan het opnemen dan? Oh nee. Wie is daar? Hey, ga even iemand? Oh, ik ben het ook wel ook gehad hier in de mand ging. Maar wij hebben een channel, Martin. Ik zet Martin. Is Falco er? Harder. Kans? Is Falco er? Ik pak de verkeerde tas. Dit is jouw tas. Ik dacht, dit is mijn tas. Pak leuke tanden. Race. Wow. Squids. They're just not good. I don't like them. Just because. Hier moet wel kool zijn. Natuurlijk. En Martin, ik probeer je net op de spiegel te schieten. Ik heb 16 B, 17 A. Hey, Retix, of vooral Falco. Moet je maar eens zien. Je weet, veel mensen vinden mij apart. Net zoals jij, dat is bijvoorbeeld. Wij zijn niet echt populair en zo, hè? Jongens, we zijn aan het recorden, hè? Je moet eigenlijk met mij eens gemist. Falco?
Die sms bij. The fuck? Ja, ik dacht ook wel, ik dacht van... Holy fuck, ik weet precies wie het is. Ja, ik let veel op details. Bij mij, ik weet niet of het goed of slecht is, maar ik wist precies wie het was. Ook is dat het ook bij de zwarte was. En die mij wil sms. Ik had al zo'n voorgevoel dat ooit iemand uit de leem mijn nummer had. En blijkbaar is mijn voorgevoel aan de stoppen gezet dat ik gelijk had. Raar, hè? Contact met me. Oh, shit, voor kabels. Dang it. Alles meegenomen, dus dat valt wel, ja. Mijn hoofd, de pik! Nou, dat maakt niet uit. Serieus? Nee. Nee. Nee, gewoon. Dat is cool. Hé, je hebt een toilet. Klopt, Schuip je er dan ook mee? Misschien. Licht eraan. God. Hoe ziet dat er dan uit? Oh, vet. Ik klopt, zei je wel, gisteren trouwens, toen lekker weer heen. God, no, don't kill me, stupid. Thomas, ga je nog verder met de survival, of hoe zit het? Nee, deze is nog maar. Ik moet wel wat huiswerk doen, het is wel later. Ze gaan mijn huiswerk doen. Nou. Dirt hut. Jij doet het gewoon. Racen naar de dirt hut. Oh, eet je. Ja, ik heb een goed gekocht. Maak je, ik bouw je zo terug, oké? Maak je, ik bouw je zo terug, oké? Ja, oké. Everything's fine. Oké. Ik zet hem heel even weer op online, anders kan hij me niet bereiken. Zo, een zwaard. Huiskip, ga niet dood, oké? Oké. Oké, ik ga weer naar binnen. Gosh. Yeah. Oh, shit. Dit ziet er cool uit. Ziet dit er niet cool uit? Ik vind het er best wel cool uit. Ah. Laat maar, ik blijf wel even binnen totdat het weer dag is. Waar is de ma? Oh, het is alweer bijna dag. Ik weet niet of jullie dat hoorden, maar dat zijn inderdaad mijn buren. Ah, leuk. En Thomas die belt me weer. Yo, gabber. Ik moet iets vragen van Falco, want zijn computer is nogal laggy met Minecraft. En ik moest vragen of jij ervoor kan zorgen dat je een Optifine Minecraft voor Falco kan maken. Oh, jij weet wel dat jij die... ook hebt. Ja, maar hij wilde gewoon geen andere mods bij en zo. Ja, maar we zijn nu bezig. Zeg je? We zijn nu ook bezig. Met Optifine? Nee, survival. Nee, maar zou je dat kunnen doen alsjeblieft voor mij? Hey, ik ben er ook nog. Hey, heeft je moeder. Dat weet ik, maar alsnog. En hey, ik heb... Jongens! Ja! Hallo Marco! Ik ben nu nog steeds aan het recorden! Oh! Waarom ga ik dat nu heel eventjes niet doen?
geef wel even. Ah, nu kan ik hem wel aan. Ha. Oh, ouch. Ik heb Ubuntu, hè, dat weet je. Ja, maar oh, dat is gewoon mijn Minecraft die ik aan jou geef. Is Mark die kan het opnemen? Ja. Dus ben je al de opneming gestopt, Marty? Nee. Oh, dat is dom. Nee. En we bedoelen, dan zitten wij er precies in, bedoel ik. Dat is inderdaad waar. Zegt hij? Maar dat maakt toch niet uit? Ik kan mijn Minecraft niet sturen. Ik kan wel mijn bin naar je sturen. Je Minecraft en Jar kan je toch sturen? Ja, en daar zit als het goed is wel het spul. Ja, maar ik heb Ubuntu, hè? Dat weet Marty wel. Ja. Ja, nee, maar dat werkt er ook mee, hoor. Hm. Alleen ik kan deze niet kopiëren. Some technical difficulties. Nou, maar die anders doe jij dat zo gewoon, als je klaar bent met recorden. Waarom kan die niet voor heel eventjes meekijken of zo? Hallo humans, ik ben er weer met Minecraft! Je weet wel dat dat samen gaat met mijn recording, dus dat helemaal geen ene nut heeft. Ja,